Welkom, mijn naam is Marco de Boer. Ik ben docent bij de ICT van de Hogeschool van Amsterdam. En wat ik persoonlijk ga proberen te doen is opdracht 3 zo te doen dat iedereen die begrijpt. Ik hoop dat het een beetje correct is wat ik nu zeg, want niet iedereen zal het begrijpen. En misschien ook wel, dat is helemaal niet van belang. Wat ik ga proberen te doen is om zelf die opdracht te maken zodat het duidelijk is wat hij moet doen. Het is een voortzetting van opdracht 2. Opdracht 2 die is al door iedereen nagekeken, bekeken, daar gedaan. En opdracht 2 is veel meer een invuloefening. En opdracht 3 is veel meer een programmeeroefening. Ik moet wel eerlijk zeggen dat als je dus bij OOP 2, waar deze film over gaat. Een aantal dingen niet goed heb doorgenomen. En dan noem ik compare, instance of. Dat soort dingen. Het opslaan van objecten als een bestand. Nou, dat soort dingen allemaal niet doorgenomen. Dan is dit toch wel een soort van eye-opener. Want dat soort dingen worden hier al dus allemaal gebruikt. Het nadeel van de oefening is wel dat die vrij. Ja, ze zijn lastig. Niet zozeer omdat ze moeilijk zijn. Omdat ze dus. Vrij lastig zijn opgeschreven. En wat ik gewoon ga proberen te doen, is gewoon die opdracht te maken en dat het aan jullie te delen, zodat je het kunt naspelen of in ieder geval het kunt gebruiken als input voor het zelf bouwen van die opdrachten. Inderdaad, wat er staat ook, als het goed is, heb je project studiebeheer, studentbeheer 1 afgerond. En om er zeker van te zijn dat alle functionaliteit werkt, kun je nu beter de uitwerking van studentbeheer 1, opdracht 3, startproject, zip, downloaden van de VLO. Nou, dat heb ik dus al gedaan. Hij staat dus nu hier open aan de linkerkant van mij. En ik ben dus inderdaad ook niet verder gegaan met de opdracht 2, of de opdracht 2 zoals ik hem heb gemaakt. Maar dit is dus zoals je hem kunt downloaden. In een aantal dingen is opdracht 2 nog niet klaar, zoals bijvoorbeeld het opslaan van adressen. Dat gaan we dus nu doen. Bij de vorige opdracht heb je in de klas adresscherm knoppen gemaakt die dus de gebruiker in staat stelt om een adres op te slaan en uit te lezen. De bedoeling is nu dat je de body van de method add iterable address in de adresfile aanpast. Dat is deze functie. Deze moet ook weg dus. Hoppa, weg ermee. En zorg dus dat je in de add meter eventueel excepties afhandelt. Het voordeel van dat ding is dus dat je dus hoe heet het ook weer? Door een NetBeans kunt laten helpen in dat geval, in dit geval. En als ik wat meer tijd had gehad, zou ik nu gestopt hebben en opnieuw zijn geboren vanwege het vele gestotter. Maar dat doe ik dus nu niet. Dus we gaan eerst even kijken. In de klas adresgerum heb je knoppen gemaakt die de gebruiker staat om adressen op te slaan en uit te lezen. En even kijken, dan ga ik even kijken welke dat is. Hier even kijken, dit is query. Ja. En bij add moet je dus het opslaan naar een bestand toe, want dat gaat hier ook om het file. Je moet ook lezen wat er in het scherm staat, het gaat hier om file. En het hele DB gebeuren staat hier nog niet in. Oké. Nou, wat hebben we dan nodig? We hebben natuurlijk, omdat het gaat om een object. Je slaat namelijk een object op. Heb je dus in ieder geval de object output stream nodig. En daarnaast heb je natuurlijk ook de buffered output stream nodig. En een nieuwe file output stream. En die zullen zo direct, als het goed is. Even kijken. En nog niet instaan als het goed is. Nee, die zit er nog niet in. Ik ga niet de moeite nemen om al die dingen op te zoeken. Dat laat ik NetBeans allemaal voor me doen. En het is ook het handigste gewoon om NetBeans dat soort dingen allemaal te laten doen. Ga daar niet te veel over nadenken. Kost allemaal tijd. En bijvoorbeeld bij het TAM heb je daar helemaal geen tijd voor. Oké.
Dan ga ik even wat maken. Er zit in connection. Connection. Zitten allerlei dingen die heel erg behulpzaam zijn hierbij. Dus get adres connection. En let niet op mijn typewerk, want dat is af en toe een beetje rampzalig. Maar dat komt wel goed. Oké. Wat we hier gaan toepassen is trouwens try with resources. Dat betekent dat je dus gebruik moet maken van minimaal JDK 7, want JDK 6 en 7 kende deze functionaliteit nog niet. Maar dat ziet als volgt uit dus. Try. Nou, en in die try gaan we dus het object scherm aanroepen. Oh, object scherm, het object... object. De stream. Output is nieuw object output stream. En omdat ik daar een rood lijntje heb staan, ga ik hem al afbreken, want ik wil niet over die rode lijn heen komen. Dat scheelt namelijk heel erg in de leesbaarheid. Dus ik pak hem even hier. Dan gaat hij meteen klagen dat ik een fout heb gemaakt. Laat het me even staan, want output stream. Het mooie is, buffered output stream, die maakt het echt een stuk sneller, want die, zoals het al zegt, die buffert een deel van je file voordat je mee gaat opslaan. En dan is het my address file. En dan even kijken hoor, 1, 2, 3. 3. Ja, moet hier komen te staan. En dan nog de. Oké. Nu laat ik mij door. Hoe heet het helpen? Door NetBeans. Add import. Oké. Add catch clause. Dat is voldoende toe. Ja. Yeah. Ik moet meeklagen, natuurlijk, met import. Het import. Ik krijg nog meer klachten. Het catch class. Als het goed is, komt er nog eentje bij. Dan heb ik waarschijnlijk een typfout gemaakt, dat doe ik wel vaker. Hier staat hij niet fout, dus ik pak hem even hier. Ik zie het al de T vergeten. Oké. Omdat het dus om een. Ik ga even mijn muis aansluiten, want ik ben mijn trackpad is in dit geval een beetje lastig. Dus die haal ik even weg. Maak even gebruik van mijn gewone muis. Even kijken. Ja. En dan hier krijg je dan met een for loop. Adres. Die haal ik uit het collectie adressen. En dan hier die. En dan zeggen we hier van output. Punt. Write object. En dan ga ik zelf het adres pakken. Dis. Nou, dat is niet in ieder geval mijn adres dus. En in feite heb je hem nu klaar? Dit is hem eigenlijk. That's it. Nu schrijf je dus een adres weg. In feite, wat hieronder staat hier, dat je dus in de query adresfile gaat aanpassen, dat is natuurlijk in feite gewoon het tegenovergestelde van. Dus daar laat hij het gehele weer. En dan komt hij daarbij ook weer gewoon in het scherm te staan. En dan vraagt ze aan je van nou, pas het even aan. En dat kan ook, dat is ook precies een probleem. Even kijken, hoe moet ik wat maak je hiervan? Oké, specification, if specification, instance of file specification.
kijkt hij of het een bestand is, denk ik. En dan array addressen is nieuw array list. Oké. In feite staat hier heel veel gelul omheen. Maar het enige wat je dus in feite hoeft te doen, is dus gewoon het inladen vanuit het bestand van het ding. Nou. Dat betekent dus dat we weer opnieuw hier ergens een white moeten neerzetten. Die haal ik weg. Dit zie ik maar als een ding om mee te beginnen. Even kijken. Try weer. En weer dat. Maar dan gaan we natuurlijk de andere kant op. Dus er wordt een object input stream. Laat ik dat T niet vergeten. Input is nieuw object input stream. En dan haak je open weer. Dan krijg je weer een nieuw buffer te gebeuren. Nieuw buffer. Het input. Met één kleine. Oh ja. Stream. En dan weer haakje openen. Even een klein. En dan wordt weer een nieuw file input stream. Want het is net precies gewoon het tegenovergestelde van wat er boven stond. Eerst schrijf het weg. En nu ga je het ophalen. En in die connection. Daar staat dus beschreven wat aan het bestand moet zijn. fsconnection.getAddressConnection. En dan krijg je weer een aantal dingetjes. Even kijken. Ja. En dan moeten we hier weer even een hoe heet het doen. Zo. En dan gaat hij natuurlijk weer klagen over het feit dat er bepaalde dingen niet omheen zitten. Of niet in zitten. Het import. Het catch. Het import. Het import. Dat komt waarschijnlijk omdat ik nu meteen al white heb staan. Maar de foutmeldingen die ik, of de catches die komen er zo ook wel bij. We maken een nieuw object aan, address. Want daar moet het toch worden opgeslagen dan. En dan zeg je while true. Dan doen we dan toch met haakjes, want het zijn meerdere lijnen in dit geval. Adres is een casting, een adres, input. Is weet read object. En dan adressen. Punt. Add adres. Nou, daar gaat het om. Je ziet, hij geeft dus nu een foutmelding op deze. En ik kom waarschijnlijk omdat hij een catch mist. Precies. Dat is dus de class not found exception. En meer fouten wil die niet zien op dit moment, denk ik. Je kunt het replace met een multicatch, maar dat staat niet in de opdracht. Dus doen we dat nu niet. Ik sla hem even op. Even testen is altijd goed natuurlijk, hè. Hij doet er even over. Ga ik even een slokje drinken. Proost. Ah, heerlijk. Hé. Duurt even. Oké, dan gaat hij weer van wisselen. Dat is niet altijd even handig, maar ja, dat krijg je met dit gebeuren. Beheeradressen. Straat. Wie bouwt straat nummer 29 in Amsterdam? Maak adres. Doet hij. Bewaar adressen. Heeft hem opgeslagen. Maak hem weer. Dan stop hem weer even. Gaan we even terug.
Hey, dat is het jammer. Bij hoe doet hij dat gewoon? Bij hoe heet ik weer? IntelliJ laat hij meteen zien dat er een bestandje bij is gekomen. Maar dat is natuurlijk niet echt de juiste test. Want je moet natuurlijk ook in kunnen lezen. En dus dan laten we weer even starten. En dan als het goed is. Even. Ja, ik kan wel even een spelletje spelen. Is dat hier nu al leeg? Maar je geluid. Oh, hij is er. Oké, beheer adressen. Dan moet het nu dus kunnen zijn om laadadressen te doen. Yes, hij doet dat. Toppie. Oké. Terug. Oké, die hebben we gedaan. Hij geeft wel een melding hier. Dit is dus geen error, want hij is blauw in end of file exception. Hij geeft dus blijkbaar een end of file exception aan. Die wordt niet afgevangen en als het dus blijkbaar dus een, hoe heet het, die kan gebeuren, dan is het gewoon handig om die erbij te zetten. Want altijd wat je wilt proberen te voorkomen is natuurlijk dat je dus een, iemand met een programma opzadelt die om een van de redenen niet wil draaien. Dus dan doe ik er een EOF exception bij. En dan EOF. Hey. Oh, mijn programma. Het is dus deze. Deze. Oké, nou, even geluid uit. Oké, dus het is een end of file exception. Dat betekent dus dat hij dus voorbij het einde van het programma is gekomen. Waarom hij dan niet uitklapt, dat weet ik niet. Maar normaal gesproken zijn dit soort foutmeldingen toch wel de reden dat hij er dan uitklapt. Even import erbij doen. Hij is already being, hij wordt al opgevangen. Maar dat is niet helemaal waar. Maar blijkbaar zit hier, hoe heet het er tussen? Dus ik zet hem even boven. Want je hebt natuurlijk, hoe moet ik weer? Ja, een soort van hiërarchisch systeem met betrekking tot exceptions. Dus die zet ik er even bij. Oké. Nou. Dit is deel 1. En studenten en groepen, dat is eigenlijk allemaal een herhaling van zetten. Oké, ik stop er heel even mee, want ik moet nu naar Amsterdam toe en dan... Oké, er zit een kleine break tussen, een lange break eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk niet meer het idee waar ik net mee gestopt ben, dat kan ik ook niet terugzien op dit moment, dus ik moet even op een andere manier doen. Ik zie dat ik in ieder geval adres heb afgemaakt, die is helemaal klaar nu. Ik haal deze er even uit, want die geeft continu een foutmelding terug. Dat is natuurlijk niet handig, want hij doet het gewoon, dus dan heb je niet zoveel van die foutmelding. Het derde deel is groepen. Nou, het is eigenlijk nog steeds een soort van herhaling van stappen geweest. Dus ook hier weer bij groep moet je naar de iterable gaan. En dan moet je daar dus het ding uithalen. Nou, het is eigenlijk in feite exact hetzelfde als met het adres, alleen natuurlijk met een andere class. Dus ik pak gewoon even kijken, dit deel hier op, zo, ctrl-c, en dan hier ctrl-v, en dan gaat hij meteen als erbij gooien wat nodig hebben, dat is ook fijn. Maar met natuurlijk één nadeel, dat hij heeft natuurlijk geen, of één nadeel, hij heeft natuurlijk geen adres, maar hij heeft natuurlijk een groep. En dan maak ik hier even een groep van, om het een beetje duidelijk te krijgen, want dan wordt het op de groepje, hier. Moet deze worden veranderd in de getGroup connector. Group connection. En het is natuurlijk geen adres, maar een groep. Groep. En het is niet adressen, maar het is groepen. En hier komt er ook groep te staan. Oké, nou dat hebben we dan af. Hetzelfde geldt eigenlijk voor deze hier. Die staat ook dat die query is niet geïmplementeerd. Nou, die kan ik in feite ook bij adres weghalen. Even kijken aan dit deel.
Een momentje. Even kijken, dus ik kan deze dus nu. Ja, ik hoor. Nou, kom op. Ja. Ik kan dus hier dus nu. Deze, oh, die heb ik al gekopieerd natuurlijk. En dan deze hier weghalen. Oh, eentje te weinig. V, oh, dat is dus nog niet gekopieerd. Jongen, jongen. Even kijken hoor, waar. Die arraylijst staat er al. Dus dit hele kunnen we dus nu kopiëren. Dan gaan we hier toe. Hopla. Oké. Nou, hier weer hetzelfde idee. Dit wordt natuurlijk een group connection. Group connection. En hier krijg je groep. En daar groep. Dat kan je natuurlijk ook door word laten doen. Maar nu maar even niet. Door NetBeans. Even kijken of we nou alles hebben. Nee, hier. Dit moet natuurlijk een groep file worden. Oké, dat is dan klaar. Nog even alles doorlopen. Even een format. Nee, dat ziet er wel uit, denk ik. Goed uit, denk ik. Oké, nog een keertje laten draaien. Altijd goed natuurlijk om even te laten draaien. Het stukje kan best wel lang duren. Adressen, studenten en groepen. Laat adressen, laat studenten. Hij doet het op een van de redenen niet. Oké. Adres. Oké, bewaarstudent. Dan sluit ik hem even af. Misschien sluit ik hem ook echt af. Nee, ik sluit hem niet af, oké. Laadgroepen. Ja, deze ga ik even opnieuw doen. Oké. Even kijken of ik misschien een fout heb gemaakt. Nou, hij geeft in ieder geval geen fout hier. Adresfile, query, get address connection. Ja, dat is een fout die ik net ook maakte, geloof ik. Even kijken hier die. En dan, nee, die loopt nu goed. Ik ga even op white kijken. Even kijken, term. Terminal. Even die weg. Kijken. Het is een beetje traag. Oké. LS. RD. VD. Desktop. LS. Kijken. Oh, straks zie ik vanuit download. Ja, dus even kijken. Zacht. Even kijken hoor. Ja. Opdracht 3. OP2 adres staat er wel.
OP2 groep, student staat er nog niet. Even kijken, student. Nee, student file. Ah, oké, op die fiets. Dat staat er nog helemaal niet in. Ik dacht dat het een stukje verder was. Oké, duidelijk. Dan moet ik dat hier dus ook doen. Even adresfile weer naartoe. Dus heel snel even deze pakken. Dan studentfile. Die. Ja. En dan wordt het natuurlijk student. Studenten. En dan hier wordt student. En dan deze wordt hier. En dit wordt natuurlijk studentfile. Studentfile. En ik moet nu geen get address collection, maar get student collection. Ja. Nou, die laat ik wel even staan, hoewel natuurlijk niet op. Nee, dat verander ik dan. Mijn student file. Hier, en die wordt dan hier ook veranderd. En dit is allemaal veranderd. Oké, dat klopt nu. En dan even beneden deze pakken. Vanaf hier tot aan hier. En dan de student file. En dan ga ik hier even kijken, waar zit die? Hier. Even oké. En dan studenten. En dan student. 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 En dit ook student. Hier ook student. Ja. Bla bla bla. Dit is natuurlijk ook geen adres. Even die twee weg. Dan heb ik een studentcollectie. Ja. Oké. Hoeft normaal gesproken los niet, maar dat doe ik nu even wel. Oké, dat gaat allemaal goed. Dus ik zal even een deel uithalen vanwege de tijd. Starten. Ook weer zo'n klein traag momentje dat hij dus even niets doet. Weg. Beheer adressen, studenten en groepen. Straat Wieboud 2 Adam. Maak adres bewaaradres. Karl Marx Wieboud. Student, bewaarstudent. En dan hier. Star Trek, maak groep, bewaar, hij stoeg en bewaar. Oké, dus alles is nu bewaard. Dan ga ik kijken of ik ook alles weer kan laden. Oké, opnieuw. Even kijken wat hoorde ik te melden net.
klaar is met de beelden, dan kunnen we natuurlijk wel even zien, kijken. Hier, LS. Hier dus, hè, kijk. LS. OPT LS en OPT groepen, OPT studenten. Dus hij moet ze wel allemaal kunnen lezen nu. Oké, laat adressen, laat studenten en laat groepen. Dus dat gaat allemaal wel prima. Oké, dat is even met één getest. Dus zeg maar, het eerste deel van die opdracht is dus nu afgerond. En dan komen nu deel 2 terecht. En ik kwam er net ook niet heel erg goed uit. Dit is dus blijkbaar allemaal gedaan. In opdracht 2. En de lijst wordt automatisch bijgewerkt als een adres wordt toegevoegd. De studentenlijst wordt bijgewerkt als een student toegevoegd. Echt als je groepen laat, zie je dat de studentenlijst, die studentenschrift niet wordt bijgewerkt. Als je studenten laat, zie je de adressen die ook niet worden bijgewerkt. Dan komt dat de binding aan één kant op werkt. De opdracht nu, binding, mogelijk methode zo aan te passen dat die op twee kanten op werkt. Pas de volgende methode in scherm aan. Nou, scherm. En dan gaat het dus om deze. En dan moet hij iets anders zijn. Dus doelpunt. Oh, kijk hier. Bind bidirectional property. Oké, dan krijg je hier dus bron. Dan moet die even uitgecommentarieerd worden, want ik gooi dat zo zoiets weg. Oké. Ja. Dan vervang in de klas studentscherm de body van de methode studentscherm. Studentscherm. Format. Ja. Moet dat soms bij anderen ook, want het staat er niet echt in. Adresscherm. Waar ding nou? Oh, doel data van het. Nee, ook niet. Scherm. Nee. Nou, laten we kijken wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Nou, geweldig. Oké, nou was blijkbaar de laatste deel van de opdracht. Oké, dan stop ik er voor dit deel mee. Dit was dus eigenlijk misschien wat langer versie van de opdracht 3. Nou, kijk even naar als je het leuk vindt. Oké, dankjewel voor de aandacht. Dag.